Hey, ambitieuze vrouw, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. En Heidi, van harte welkom. Superleuk dat je vandaag tijd wilde maken voor deze opname. Wil je jezelf even kort voorstellen? Wie ben je en wat doe je met je bedrijf? Nou, ik ben Heidi. Ik ben 51 jaar. Ik woon in Almere Haven. En ik ben altijd managementassistente geweest. Met een paar keer een uitstapje naar iets anders. Maar toch altijd wel weer terug in het managementassistente gekomen. En sinds de coronatijd, toen we thuis moesten werken, toen dacht ik, oh, dat bevalt mij wel heel erg goed, dat thuiswerken. Geen lange reistijden meer, geen drukke kantoortuinen meer. Geen vragen meer die je afleiden waarvan je denkt van ja, dat kan je zelf ook even doen. Geen praatjes meer. Je kon je gewoon weer concentreren op werk. En toen dacht ik, ja, nou moeten we weer terug naar kantoor. En alles in mijn lijf zei, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Want ja, gaat zo prima. En dat is eigenlijk het moment geweest dat ik nou ja, bij jou, Danielle, ben gekomen voor de opleiding. En daarmee ben gestart. Ja, toen is het eigenlijk best wel snel gegaan. Want ik wilde gewoon dat wat ik eigenlijk altijd al deed, dus echt het management, assistenten, ondersteunende werkzaamheden, maar dan gewoon vanuit huis. En dan ja, in dit geval vanuit mijn eigen bedrijf doen. En nou, ja, zo is het eigenlijk begonnen. Dus ik ben toen jouw opleiding gaan starten. En ik heb eigenlijk in één dag heb ik mijn ontslag ingediend. Omdat ik zoiets had van ja, ik kan me niet meer concentreren op het werk van mijn loondienst. En het belemmert me ook in de opbouw van mijn eigen bedrijf. En dan had ik de mazzel dat ik geld had om dat te doen. Want anders snap ik ook wel dat natuurlijk niet zo makkelijk is. En dat is eigenlijk de beste keus geweest die ik ooit heb gemaakt. Ik had toen alle tijd om aan mijn eigen bedrijf te besteden. Eerst een website gemaakt. Ja, en toen kwam het, hè, van ja, hoe ga je nou je klanten vinden? Dat is ook een stukje wat niet helemaal mijn ding is. Het marketing en nou, dat soort. Dus ik ben toen eigenlijk begonnen met e-mails te gaan versturen. En ik heb toen ja, zomaar een doelgroep gepakt en ben begonnen bij psychologen. Nou ja, daar kwam ik al wel heel snel achter dat dat niet heel effectief was, want dan moet je echt honderden mailtjes versturen. Wil daar ook maar überhaupt een reactie op komen? Nou, die kwam er uiteindelijk wel. Dat was de psycholoog waar ik nog steeds voor werk. Oh, kijk, En leuk. ja, en voor haar, ja, zij had een administratie van, oh, mijn bankrekening is leeg. Ik moet volgens mij weer wat facturen versturen. Oh, klopt, dat herinner ik me nog. Ja, precies. Ja, dat. En daar werk ik nog steeds voor. Ik doe voor haar dus de facturatie en het debiteurenbeheer. En ja, dat gaat perfect. En het is ja, superleuk om voor haar te werken. En dus Maar ja. als we nu even concreet samenpakken, want we hadden het er net over in het voorgesprek, van ja, al 2 jaar geleden was je klaar en had je je bedrijf helemaal staan. Ja. Heb je nu verschillende opdrachtgevers waarvoor je werkt, of heb je echt één Ja. doelgroep en verschillende Nee. werkzaamheden, of één soort werkzaamheden wat je doet? Nee, het is heel uitgebreid. Ik heb een paar tijdelijke opdrachten gehad. Maar ik heb nu zeg maar vijf toch wel vaste opdrachtgevers. En dat is één psycholoog. Dat is een dakdekker. En dat is een wervings- en selectiebureau. En die doen zeg maar, die zitten in de werving van hoge functies in de publieke en private bestuurlijke sector. En ik werk voor een mastering sales. Zij leiden zeg maar appointment setters en closers op. Dus die maken zeg maar afspraken voor andere bedrijven en dat. En dan werk ik ook nog voor een stichting, Stichting Gelijkwaardig Herstel. Dus dat zijn vijf compleet verschillende sectoren. Ja, heel divers. Ja, ook allemaal wel aparte werkzaamheden. Want voor de een doe ik dus de facturatie en debiteurenbeheer. Voor die dakdekker doe ik eigenlijk zo'n beetje alles. Daar doe ik e-mailbeheer, agendabeheer. Ik maak de facturen en ik verstuur offertes. En ik heb ook een beetje contact met zijn klanten, zeg maar. En voor die mastering sales, daar maak ik contracten op, de samenwerkingsovereenkomsten. Voor de cursus, hè, de nieuwe cursisten die zij aantrekken.
En voor het wervingsselectiebureau, daar maak ik alle afspraken van. Dus zij werken bijvoorbeeld heel veel met de provincie Brabant samen. Nou, dan moeten dus allemaal afspraken gemaakt worden voor cv-besprekingen, voor gespreksrondes. En dat moet dus met al die mensen. Dus ja, die afspraken die plan ik allemaal in. Mm-hmm. En voor de stichting, daar doe ik ook agendabeheer en e-mailbeheer. Van een van de bestuurders. Ja. Dus ja, het is wel divers. Maar in mijn ogen valt het wel allemaal onder office management taken. Ja. Ja, nou is er heel vaak een soort van misvatting, merk ik, van vrouwen die op het punt staan om te starten als VA. En dan zeggen ze wel eens van, nou, er komt regelmatig voor van, ja, maar ik heb geen office management achtergrond of secretaresse achtergrond. En hoe kijk jij daar tegenaan? Want ik heb daar natuurlijk wel een bepaalde mening over, want VA's is heel divers. Maar hoe kijk jij daar nu tegenaan? Want jij komt wel uit die achtergrond. Ja. Ik denk dat het niet zo heel erg veel uitmaakt of je die achtergrond hebt of niet. Mm-hmm. Het maakt het een stuk makkelijker als je het wel hebt. Want je hebt dan al jarenlange ervaring in die werkzaamheden. Dus het maakt het gewoon makkelijker. Maar ik merk ook dat als je op het moment dat je een eigen bedrijf hebt, dat het is heel anders als je in contact komt met een opdrachtgever dan dat je gaat solliciteren als in een loondienstbaan. Want daar wordt het wel als heel belangrijk gezien. Je moet je papiertje hebben, want anders ben je niet goed genoeg. Tenminste, daar komt het dan vaak op neer, in mijn ogen. Maar een opdrachtgever, die zit in een gelijk gesprek met je. En die vertrouwt je op als jij zegt dat je het kan. Dan vertrouwen ze erop dat je het kan. En of dat je nou jarenlange ervaring hebt of niet, als jij een agenda kan beheren, kan je een agenda beheren. Ja, ja. En het allerbelangrijkste zeg ik altijd van, goh, doe jezelf niet beter voor dan dat je bent, maar geef gewoon eerlijk aan van, dit is wat ik heel graag wil doen en ik ga daar meer over leren en ik ga daar alles in uitzoeken, want dit is wat ik wil. En ik zeg altijd van, kijk, als iemand al 20 jaar ervaring heeft en zijn werk met 2 vingers in zijn neus doet en er eigenlijk geen bal aan vindt, of een ondernemer kan kiezen voor die persoon of voor een persoon die er net nieuw instapt en vol enthousiasme dat wil leren en doen, waar kiezen klanten dan voor? En de kans is heel groot dat ze kiezen voor die persoon die zo graag wil, in plaats van de persoon die denkt, ja, doe ik wel voor jou. Hè? Ja. Dus, ja. Jij zit dan in het stukje office management, hè? Maar je hebt natuurlijk, het VA-schap is natuurlijk heel breed qua diversiteit, qua werk. Kun je alle kanten op, hè? Je kan zelfs richting de marketing gaan, richting de sales, de financiën, de techniek. En er zijn heel veel vrouwen die nieuwe dingen gaan leren. Want hoe kijk jij daarna naar het nieuwe dingen leren? Als je kijkt naar de afgelopen tijd, hoe is jouw ervaring met nieuwe dingen leren? Dat zat bij mij voornamelijk in het leren van nieuwe systemen. Want de opdrachtgevers die ik heb gehad, die lagen allemaal wel in de lijn van de werkzaamheden waar ik gewoon heel lang ervaring in heb. Mm-hmm. Maar dat zat hem dan met name in het onder de knie krijgen van nieuwe systemen. Precies. Maar ja, dat vond ik niet zo ingewikkeld. Want dat heb je als je een andere loondienstbaan krijgt, heb je het ook. Dan heb je ook allemaal nieuwe systemen waar je je weg in moet zien te vinden. Dus dat vond ik niet zo moeilijk. Nee, en toch weerhoudt het vrouwen vaak wel. Want ze denken dan, en dat is natuurlijk het perfectionisme wat we vaak hebben. Van ja, je moet het eerst allemaal weten. Hè? En alleen de meeste dingen leer je pas echt door te gaan doen. Want anders ga je toch niet onthouden. En inderdaad wat je zegt van ja, bij een nieuwe werkgever of als er een ander systeem komt in een bedrijf, moet je het ook leren. Hè, dus dat is, Dus jij kwam uit het managementstuk. Je bent meer de business management gaan doen nu ook voor klanten. Dus dat is niet nieuw. Hè? Heb jij ooit overwogen om nog iets anders erbij te gaan doen wat nieuw was voor jou? Ik heb gedacht in eerste instantie van, ik vond het maken van mijn eigen website heel erg leuk.
En toen heb ik wel even gedacht van dat wil ik ook gaan doen. Dat wil ik ook gaan aanbieden. Maar dat is Ja, toch goed, wel ja. verwaterd eigenlijk. Omdat, ja, ik kom toch altijd weer terug op dat office management assistenten richting, zeg maar. Ik heb ook nog een uitstapje geprobeerd te maken van, nou, ik ga een opleiding basiskennis boekhouden doen. Misschien is het leuk om dat uit te breiden. Want ik dacht dat het echt basiskennis was. Nou, het was gewoon boekhouden. En daar snapte ik werkelijk helemaal niks van. Dus daar ben ik ook heel snel mee gestopt. Dit was niet jouw ding. Dat is niet mijn ding. Nee. Ja, en uiteindelijk ben ik gewoon in al mijn opdrachten toch wel gerold. Ik heb wel een beetje mazzel gehad. Dus ja, ik heb er nu ook geen tijd meer voor om iets anders te willen gaan doen. En ik wil het ook eigenlijk niet, want dit vind ik wat ik het leukst vind, om andere mensen gewoon te ondersteunen daar waar zij die hulp nodig hebben. In het afspraken maken. Je hebt heel veel contact met andere mensen, dus ja, dat is superleuk. En dat website bouwen, dat heb je toen voor jezelf gedaan. Je hebt toen je eigen website gebouwd. Hoe is dat voor jou geweest om dat te leren? Want dat was wel nieuw ook. Ja, dat was heel nieuw. En ik had er natuurlijk de tijd voor, want in het begin had ik natuurlijk nog helemaal geen opdrachten. Dus ik had fulltime de tijd om me daar op te storten. Ja, ik vond dat hartstikke leuk. En ik ben ook wel heel erg trots op de website, hè, die er nu staat. Hij is inmiddels wel helemaal veranderd, ook qua kleuren. Maar ik ben er nu heel erg tevreden mee, ja. Ja, en ook dat is iets wat je toen nog niet kon, bent Nee. gaan doen, omdat je dus startte met je eigen bedrijf. En ik zeg ook altijd, je eigen bedrijf opzetten is ook een goede leerschool. Want dan, je hoeft niet alleen maar alles voor opdrachtgevers te doen. Je kunt ook veel dingen voor jezelf doen en daarvan leren. En dat heb je toen wel even, nou ja, even, je hebt het wel gefixt om dat zelf te doen en daar ook veel van geleerd. Heel veel van geleerd, ja. Ja. Maar sowieso het opzetten van je eigen bedrijf, heb ik heel veel van geleerd. Heel veel. Ja. Ja. Wat zijn de mooiste dingen die je hebt geleerd? Nou, dat je gewoon heel, dat, ja, ik heb er heel veel zelfvertrouwen van gekregen. Ja, dat ik ook echt trots ben op mezelf. Dat ik denk van ja, weet je, maar zonder jou bijvoorbeeld had ik dat ook niet gekund, denk ik. Want hè, ik wilde gewoon, ja, maar hoe zet je nou, ik kan het werk wel. Hè, wat ik nu doe, dat kan ik. Maar hoe zet ik nou een bedrijf op? En zonder dat je straks in de problemen komt met de Belastingdienst of zo. He, of met een opdrachtgever die je houdt aan een of andere algemene voorwaarde waar je niet het bestaan van hebt geweten, dat je die in je overeenkomst hebt of zo. Dus ja, dat zijn wel dingetjes waarvan ik denk, ja, je leert gewoon heel erg, maar ja, hoe moet je dat nou zeggen? Gewoon, ja, het staan voor jezelf, trots zijn op jezelf, het zelfvertrouwen wat je krijgt en ja. Ja, is voor Precies mij echt dat. mega gegroeid. Ja. Ja, en dat je ook het feit dat je ziet, wauw, ik ben zelf in staat om een professioneel bedrijf neer te zetten. Hè? Ik Ja. ben geen ondernemende professional. En dat is wat ik wel veel zie in de markt, is dat met alle respect mensen uit loondienst voor zichzelf gaan beginnen. Kijk, iedereen kan zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Echt, stelt niks voor. En dan heb je officieel op papier een bedrijf, maar dan ben je nog geen echte professionele ondernemer. Nee. Dus veel mensen die dat doen, die blijven in een soort van medewerkersrol zitten en die worden een ondernemende professional. Maar ze maken niet de switch naar een professionele ondernemer worden. En dat is wat jij wel heel erg mooi hebt opgezet. Daar mag je ook echt trots op zijn dat dat als een huis staat en dat je daarmee gewoon heel goed naar buiten kan treden. En als dat dan eenmaal staat, ja, dan ben je daar reet trots op. Ja, Ja. en dat doet heel veel met je. Dat doet zeker heel veel met je. En je krijgt ook bij elke opdracht, in het begin is het allemaal een beetje eng en spannend. En hè, dan zit je nog wel een beetje in die rol ook. Van hè, ja, kan ik dat allemaal wel vragen? Nee, maar ja, je bent zelf die professional en dit is wat je aan kan bieden. En je moet gewoon heel veel vertrouwen in jezelf hebben. Van dit is wie ik ben en dit is wat ik kan. Ja, ik ga jou gewoon heel erg daarmee mee helpen. En ik heb gemerkt dat hoe vaker je dat doet, hoe zelfverzekerder je wordt daarin. Ja.
Zeker in het begin hè, is alles spannend en eng is een groot woord, maar gewoon spannend en een stuk onzekerheid. Ja. En ja, als je dan eindelijk die eerste klant krijgt, dan denk je echt oeh. Ja. Ja, en dan zie je dat die klant op een gegeven moment tevreden is. Dan denk je, oh, fijn. En dan komt er een nieuwe klant. En zo groeit en groeit en groeit dat. Hè? Ja. Ja. Ja, en het leuke is, ik heb ook een tijdelijke klus gehad in, even kijken, 2022. Voor een half jaar, tot het einde van het jaar, bij een woningstichting in Groningen. Als managementassistent. Ja. En dat was afgelopen. En het grappige was, dat afgelopen zomer, toen belden ze me weer. Van, hey Heidi, er gaat nu een andere managementassistent weg. Wil je ons nog een paar maanden komen ondersteunen? Of komen, op afstand dan? En toen dacht ik, oh, maar dat is wel heel erg leuk. Want dat betekent dus dat ze gewoon heel erg tevreden waren. Want anders gaan ze mij niet bellen. Nee, precies. Precies. Mooi is dat, hè? Ja, ja, en dat doet weer heel veel met je. Dat je denkt, oh, een review is leuk. En dat mensen zeggen dat ze blij met je zijn, is hartstikke leuk. Maar als je dan ook daadwerkelijk gewoon nog een keer teruggevraagd wordt, ja. Precies. Ja, dat is super mooi. Ja, ja. En jij hebt nou 5 hele mooie opdrachtgevers, vaste klanten gevonden. En daarmee heb je ook een heel stabiel inkomen. Hè? Want je weet ongeveer van, ja, elke klant betaalt zoveel per maand, denk ik. Dus jouw inkomen is ook redelijk stabiel, denk ik, hè? Ik doe nog wel steeds, daadwerkelijk gewerkte uren factureren. Ja, oké. Daar heb je bewust voor gekozen. Daar heb ik bewust voor gekozen. Mm-hmm. En dat is met name omdat ik... het heel fijn, omdat ik ook wil dat een opdrachtgever niet te veel betaalt. Weet je, als je afspreekt tot 10 uur in de week. En je werkt op een gegeven moment maar 4 uur in de week. Omdat alles al gepland is. Ja. Dus dan is er misschien wat minder op dat moment. Dan hoeven ze niet te veel te betalen. En anders moet ik een hele administratie bijhouden. Wat ik voor wie te veel of te weinig heb gewerkt. En nu factureer ik. Er zijn er 2 waar ik wekelijks voor factureer. En de rest is allemaal maandelijks. En je weet gewoon, oké, factuur is opgemaakt. Mijn urenregistratie zit daarbij. En zij weten precies, ze betalen puur en alleen voor datgene wat ik gewerkt heb. Ja. En dat, weet je, dat voelt voor mij zelf ook heel prettig. Want dan is het gewoon factuur gemaakt, klaar en we beginnen weer opnieuw. Ja. Ja, je kunt het op verschillende manieren doen, hè, dat factureren. En het allerbelangrijkste is, en dat zeg ik altijd, ga ondernemen op een manier die bij jou past. Want alleen als je dicht bij jezelf blijft, keuzes maakt die echt bij jou passen, dan stroomt het. En vaak zie je als vrouwen de stap zetten naar het ondernemerschap en linksom of rechtsom, aan het begin, midden of einde, het stroomt niet, dan zijn ze niet meer dicht bij zichzelf. Nee. Hè? En we hadden in het voorgesprek ook een gesprek gehad met over mij de afgelopen jaren. Nou, vorig jaar was er ook bij mij een stagnatie. En dan zie je toch dat de zijstap die ik heb gemaakt dichter bij mezelf lag dan waar ik was. En dat dus ook een moment was van je bent niet meer genoeg dicht bij jezelf. En zodra dat je dat doet, en dat is ook waarom ik dat bij iedereen op het hart druk van ga ondernemen... op een manier die echt goed voelt voor jou en bij je past. En het klinkt heel simpel, hè? Maar doe het maar eens. Om werkelijk te voelen wat is belangrijk voor jou. Ja. Maar je zit vol met klanten en je zit vol qua uren. Ja. Dus je hebt goed te werken. Ik heb daar wel vol. Er zit wel wat speling in. Maar ik zit rond de 35 uur vol met uur inderdaad. Ja. Ja. Nou, dat is genoeg hoor, want dan heb je de rest er nog bij. Dus Hey, en als je kijkt naar het leren, de stap zetten van ondernemer worden, maar ook het leren klanten vinden. Hoe dankbaar ben jij dat je dat geleerd hebt toen destijds? Ja, dat is nog steeds een dingetje hoor, dat klanten vinden. Dat zegt als ze vol zit met klanten. Ja, maar ik heb echt gewoon de mazzel dat ik nog niet 1 keer eigenlijk zelf die marketing heb hoeven doen. Om het maar zo te noemen. Ja, dat bij de eerste opdrachtgever, die psycholoog, heb ik dat dan wel gedaan door middel van e-mails. Ja. Toen is het allemaal een beetje, omdat mijn schoonvader toen overleed, zijn we op Sardinië geweest, laag pitje gezet. Nou, toen kwam die dakdekker en toen ben ik eerst nog notuleeropdrachten gaan doen. Dat ging via een bureau, Money Penny.
Dat was gewoon heel makkelijk om dat op te pakken. Want ja, die hebben altijd opdrachten. Dus ja, dat was heel makkelijk om zo een beetje erin te komen in het werk gewoon. Dus dat was via een bureau. Dat was ook niet heel ingewikkeld. Toen kwam volgens mij die dakdekker. En dat ging, die kwam via via. Dus dat, daar heb ik ook zelf niet heel erg veel marketing voor hoeven doen. Toen heb ik nog een paar keer een opdracht gehad via Vlotte Tantes. Want dat is een bureau die doen ook VA-opdrachten uitzetten. Die krijgen zij binnen en dan zoeken zij daar een VA bij. Maar dat zijn eigenlijk opdrachten die, nou, waar ik uiteindelijk een punt achter heb gezet. Omdat dat gewoon niet werkte. En die mensen waren in mijn ogen niet heel serieus. Want die gaven of geen werk of kwamen niet op afspraken opdagen. Of hadden zelf eigenlijk niet helemaal helder wat ze nou precies wilden. Dus ja, dat liep een beetje stuk. En toen kwam eigenlijk die woningstichting. Daar ben ik via een Facebook of LinkedIn ben ik daar terecht gekomen. Die deden een oproep. En volgens mij tagde iemand mij daarin. En toen ben ik gaan schrijven. En toen, ja, uiteindelijk hebben ze voor mij gekozen. Dus dat was ook niet echt dat ik daar iets voor heb hoeven doen. En toen kwam eigenlijk die twee andere, Mastering Sales en Gasseling Search. En die ene was ook via Facebook waarin ik getagd werd door iemand. Nou, gesprek gehad en nou ja, hij wilde mij gewoon. Dat was eigenlijk al meteen beklonken. En die Gasseling Search, die heb ik via een andere VA ben ik ooit in contact gekomen. En die zit zelf ook vol en zij zet opdrachten uit naar anderen. Dus nou, die mailde mij op een gegeven moment. Goh, Heidi, heb je nog 10 uur in de week over? Ja. Nou, contact gehad. Dus ik heb die opdracht van haar, zeg maar, overgekocht. Ja. En nu die stichting, dat is eigenlijk ook zo gegaan. Via Priscilla eigenlijk. Die werd weer benaderd door iemand die zij kende. Van, goh, heb jij nog uren over? Nee, maar ik weet wel iemand. Nou, daar kwam ik. En gesprekken gehad. En ja, toen ben ik het ook geworden. Dus ik heb eigenlijk de mazzel gehad dat of via een bericht op Facebook of LinkedIn dat ik getagd werd. Of dat ik via iets heb gekregen. En dus ik heb elke keer als ik dacht, oké, nou gaat een tijdelijke opdracht. Dan zei ik tegen Gigi, nou dan moet nou, ja ik moet nou toch eens even goed gaan bedenken hoe ik dat ga doen. En dan zei hij, die maak je niet druk. Want morgen word jij weer gebeld. En dat was ook zo. Mooi gemanifesteerd, ja. Nou ja, weet je, ook alles daaromheen. Het voelt misschien niet zo als, daar heb ik marketing voor gedaan. Maar alles daaromheen is ook een soort vorm van marketing natuurlijk. En je hebt natuurlijk ook wel geleerd en toegepast. Van wat doe ik dan als ik zo'n aanvraag krijg? Of hè, wat kan ik dan, hoe kan ik daar het best op reageren, et cetera. Ja. Dus alles bij elkaar. Heb je dan natuurlijk wel heel veel bepaalde invloed, zeg maar, in gehad. Hè? Dat het voelt niet als hard werken. Hè? Maar je hebt het wel stap voor stap helemaal goed opgebouwd. En ook dat is een bepaalde vorm van marketing natuurlijk. Ja. En ik heb natuurlijk ook wel op Instagram en Facebook en LinkedIn gepost. Hè, dat heb ik... Dat is nu even stil komen te liggen, ook met name door wat er met Rocco gebeurd is. Dat ik even niet zo'n behoefte had aan social media. Nou was dat gelukkig ook niet echt nodig op dit moment. Dus dat heeft wat stilgelegen. Maar ik ben wel heel fanatiek geweest met berichten op social media te posten. En ik merk gewoon, ik merk ook wel dat het heeft gewoon echt een aanloop nodig. Ik merk nu dat ik gebeld word door mensen. Hè, dat ze... Ja. Dat ze aangeven, goh, Heidi, jij doet dit en dit, kan je eens komen praten? Dus ik merk nu wel, en ook dat ze me dan terugvragen, het heeft tijd nodig. En iemand zei laatst tegen mij, hey, je moet er ongeveer 5 jaar voor uittrekken, wil je echt op een stabiel lopend bedrijf zitten? Toen dacht ik, nou ja, als dat zo is, dan doe ik het aardig goed, want ik zit op 2,5 jaar. Rome is ook niet in één dag gebouwd, hè? Dus ik bedoel, dat 5 jaar voor een VA-bedrijf vind ik wat overdreven. Maar je ziet toch wel dat de meesten tussen de
Ja, sommige gaan heel snel, maar ik denk gemiddeld. Ja, gemiddeld weet ik het niet precies. Hè? Maar sommige die Nee. gaan gewoon binnen een paar maanden zitten die vol. En andere na 1,5 jaar, de andere na 2 jaar. Maar ja, in de loop van de tijd bouwen ze het natuurlijk helemaal op. En sommige die leren ook, gaan ook echt een nieuw vakgebied leren en expertise leren. Kost ook Ja. tijd. En ja, ik had dat in die tijd ook, dat ik zoveel nieuwe dingen leerde over. Ik kwam dan uit het office management. Managementassistenten achtergrond heb ik ook van oorsprong. Maar ik ging dingen leren in de marketing. Ik ging dingen leren in de techniek, in de sales. Dat was allemaal nieuw voor mij. Dus ik was Ja. daar ook heel veel tijd mee kwijt. En Ja. was superleuk. Maar ook dat, dan kun je geen declarabele uren werken. Maar op een gegeven moment wel. En dan krijg je dat sneeuwbaleffect, hè? Als je dus zo'n klein sneeuwballetje rolt en dat steeds groter, ja, op een gegeven Ja, moment dan. En dan merk je inderdaad, oh, je wordt gebeld door iemand. Of ja, dan weten je echt te vinden. Dan heb je een mooie naam opgebouwd. Ja, en hoe ik ben tof is er dat? ook van overtuigd dat je niet echt een heel groot netwerk nodig hebt, als je maar het goede netwerk hebt. Want groot wil Kan, nog niet zeggen ja. dat ze je nodig hebben. Nee, kwaliteit gaat altijd voor kwantiteit. Ja. Ja, dat is En wat altijd. ik gemerkt heb is inderdaad geduld en doorzettingsvermogen. Dat zijn wel twee sleutelwoorden voor mij geweest. Voor jou, ja, Ja. en ik denk voor heel veel vrouwen. Want kijk, als je, je zei geduld, zei je en. Geduld en doorzettingsvermogen. Ja. De sleutel tot succes is je ergens in vastbijten en een doel voor ogen houden van dit is wat ik wil. En linksom of rechtsom, dat doel ga je bereiken. En dat Ja. is de gouden sleutel. Er zijn duizenden boeken over geschreven, films over gemaakt, et cetera. Dat is gewoon de allerbelangrijkste kracht. En dan moet je dus ook durven loslaten, de tijd geven, vertrouwen houden. En Ja. dat is waar je, wanneer je heel ver komt. En op het moment dat je steeds gaat zeggen, het gaat niet snel genoeg, of zie je wel, en dan ga je in die negativiteit. Maar als je in de negativiteit gaat, krijg je alleen maar negativiteit. Ja, nou, ik heb echt wel momenten ook gehad dat ik dacht, ja, weet je, het is zo stil nu en moet ik misschien niet toch een tijdelijk een part-time baantje erbij gaan zoeken? En ik heb gewoon echt een mazzel dat Gigi me altijd daarin heeft gesteund en die zei, Heidi, heb geduld, het komt vanzelf wel goed. Nou ja, en dat is ook zo, maar soms heb je dat stemmetje van iemand even nodig die dat tegen je zegt, van heb geduld, het komt vanzelf goed. Hoe Ja, moeilijk het ook mooi. is. En wat voor mooie dingen heeft het werken als VA jou gebracht? Nou, dat ik voor mezelf het gevoel heb dat ik daarin wel vrij ben. Weet je, ik heb geen manager meer die me zegt, je moet dit en je mag dat niet. Nee, dat ben ik zelf die dat nu bepaalt. En als ik nu vandaag even iets anders wil doen, dan ga ik dat doen. En er is niemand die zegt dat mag niet. Of heb je nog wel genoeg vrije dagen? Nee, dat bepaal ik zelf wel. Dus Ja, dat precies. is voor mij echt een heel belangrijk ding. Ja, dat heeft het me zeker opgeleverd. Ja. Maar ook heel veel nieuwe contacten. Want hè, ik krijg echt wel vaak de vraag van, goh, is het niet eenzaam zo, hè, werken als virtueel assistent alleen thuis? Nee, helemaal niet. Want ik heb heel veel nieuwe contacten opgedaan. Ja, en die Ja. spreek ik over het algemeen alleen via Teams of op afstand op de telefoon. Maar ik heb al een paar keer een leuke. Een kerstdiner en een feest meegemaakt van een van de opdrachtgevers. Ook van de anderen een leuk kerstlunch gehad. En dat ik Ja. denk, ja, is superleuk. Ik zit in een groep met allemaal andere VA's. En nou, daar hebben we veel contacten mee. En ook soms koffietjes online. En daar doen we dan, hebben we nu al 2 keer. Met kerst eigenlijk een Secret Santa gedaan. Dus dan trek je een soort van digitaal loodjes en dan van degene die meedoen. En dan maak je een leuk kerstpakketje voor elkaar. En via Zoom gaan we dat uitpakken. Echt Ja. superleuk. Dat Ja, ik denk, ja. nee, het is zo niet eenzaam. Zoveel Nee, nieuwe contacten opgedaan. ja, verre van dat, hè? Verre van dat, Ja. ja. Grappig is dat, hè? Ja. Hey, en je hebt heel veel vrijheid ervoor teruggekregen. Heb je nog iets specifieks waarvan je zegt van nou, mijn vrije tijd
in mijn vrije tijd doe ik graag dit of doe ik graag dat, wat nu juist zo makkelijk kan, nu ik dit doe? Nee, dat heb ik eigenlijk niet zo heel erg. Ja, wij zijn best wel een huismus, zeg maar. Ja. Ja, allebei wel. We hebben niet zozeer van, oh, we moeten naar festivals of veel uit eten of wat dan ook. Nee, helemaal niet. Nee. Dus in dat opzicht is het niet zo dat ik denk van, oh, met het geld wat ik nu heb en de tijd die ik nu heb, kan ik zoveel meer doen. Nee, ik spaar heel veel voor, want ik heb één heel groot doel voor ogen en het is, ik wil met 60 met pensioen. Of laat ik het zo zeggen, dan wil ik stoppen met werken. Ja. Dus daar gaat heel veel spaargeld van mij naartoe. Ja. En voor de rest, wij zijn al blij dat we bijvoorbeeld, hè, als het van de zomer lekker weer is, dan pakken we lekker wat eten en drinken mee en een hondje mee. En dan gaan we lekker in het Vondelpark in Amsterdam zitten. Beetje mensen kijken, beetje drankje doen, weer een hapje erbij. Daar worden wij al gelukkig van. Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja. Ja, het is juist genieten van datgene wat je zo dicht aan het hart ligt. En de kleine dingen in het leven koesteren. Hè? Maar goed, je hebt een heel mooi doel. Stoppen met je 60ste met werk. Ik denk dat vele mensen jaloers zijn daarop. En dat is jouw doel. Hè? Kijk, een ander zegt ik wil reizen. Of een ander zegt ik wil een vakantiehuis. Het is voor iedereen anders. En voor jou is dat dat. En dat is wel, het is gewoon heel mooi dat je... Ja, want ja, je kunt gewoon als VA heel goed verdienen. Dat je ook gewoon een heel mooi doel hebt om op die manier daaraan bij te dragen. Ja, ja, en waar ik heel blij van ben geworden, dat heeft niet zozeer met vrijheid te maken, maar die Stichting Gelijkwaardig Herstel. Daar ben ik zo dankbaar voor dat ik daar een onderdeel van uit mag maken. Want zij helpen mensen die slachtoffer geworden zijn van de kinderopvangtoeslagaffaire. Ja, en dat is zo'n mooi doel. Zij gaan het gesprek met die mensen aan op een hele mooie, vriendelijke, open manier. Zij gaan berekeningen maken voor die mensen. Wat is nou je daadwerkelijke schade? Wat is nou jouw schade geweest? En dat is voor iedereen anders natuurlijk. En dat dienen zij dan in bij het ministerie. En zij helpen die mensen dus om die schade vergoed te krijgen. En ik heb dus ook aardig wat contact met die ouders, zeg maar. En ja, daar krijg ik echt een ontzettend dankbaar gevoel bij. Dat ik denk, dit is zo geweldig wat die stichting voor die mensen doet. En als je die dankbaarheid van die mensen hoort, ja, weet je, dan heb ik weinig meer nodig, hoor. Dan, ja, precies. Maar dit is waarvoor we het doen, hè? Ik bedoel, niet om snel rijk te worden of wat dan ook. Maar dit is toch die vervulling, die voldoening. Ja, en natuurlijk wil je goed verdienen. En natuurlijk, je verdient ook als VA goed. Laten we heel eerlijk zijn, je kunt echt een heel mooi inkomen opbouwen. Ik weet zeker dat jouw pensioen sneller, harder aangevuld wordt nu dan in loondienst, toch? Nou, zeker weten. Ja, dus buiten dat. En dat je zelf kan bepalen voor wie wil je werken, wanneer wil je werken, wat ga je dan doen, op jouw voorwaarden, lekker vanuit jouw huis. Want jij als huismus vind je het gewoon lekker om thuis te zijn en helemaal prima. Heerlijk. En dan die klanten uit kunnen kiezen waarvan je voelt, wauw, dit is toch zo mooi. Ja. Ze zijn allemaal mooi, hoor. Ik ben heel blij met allemaal, echt. En dat is ook een stukje vrijheid, hè. Dat als je verschillende opdrachtgevers hebt en het loopt bij één niet, dat je denkt, nou, die klik is er toch niet. Of er is iets waardoor ik gewoon niet meer wil. Dan kan je die ene ook opzeggen. En je houdt alleen maar mooie en fijne opdrachtgevers over om voor te werken. En dat is gewoon super. Ja. En heb jij nog een bepaald verlangen voor de toekomst? Iets waarvan je zegt, nou, doordat ik werk als VA, kan ik dit juist gaan doen of dit waarmaken? Of heb je nog een bepaald verlangen? Nee. Nee, wat dat betreft ben ik vrij snel heel dankbaar. Ja. Ja, weet je, ik ben heel blij en heel gelukkig met hoe het nu gaat. En met Gigi, we zijn samen heel gelukkig. En één keer per jaar gaan we naar Sardinië, naar zijn ouder, of naar zijn moeder dan in dit geval. En vrienden bezoeken en even lekker vakantie vieren. En
Ja. Dat eigenlijk. Ja, we hebben niet allebei niet zoveel nodig. Ja. Nee, nee, en dat is helemaal oké. Ik bedoel, ik zeg altijd, minder is meer. Ja. hoe minder je hebt en daarvan kan genieten, hoe rijker leven je dan hebt. Ja. Want meer wil niet altijd zeggen dat je gelukkiger bent. Nee. Dus dat. En je zegt van gewoon op je 60ste stoppen met werken. Ja. Heb je daarin nog een bepaald verlangen dan? Het liefst zou ik gewoon echt helemaal willen stoppen dan. Denken van oké, dan ben ik 60 en nou, ik werk al vanaf mijn 18e, dus dan vind ik het wel goed geweest. Ja. En dan is mijn wens wel om uiteindelijk uit Nederland te vertrekken. En of dat dan nou samen met Gigi is, want ja, je weet nooit wat de toekomst je brengt. Maar hè, als dat samen met Gigi is, dan naar Sardinië te gaan. Of naar ergens anders naartoe, maar wel Nederland uit. Dat is mijn doel. Ja. Oh, gewoon kijk. Al het geld verzamelen en wegwezen. Ja, wegwezen. Ja. Ja, en dan kun je vaak in het buitenland een heel mooi huis voor kopen. Ja, en ze hebben natuurlijk allemaal al huizen in de familie zitten. Dus ja. Ja. Ja, we hebben ook daarin, weet je, we kunnen daar zo naartoe. Ja. In principe. Ja. Ja, mooi. Ja, dus, mooi doel. En hoe fijn zou dat zijn, hè? Dan. Ja, kijk, ik zou natuurlijk nu, ik pak zo mijn werk op en ik ga die kant op, bij wijze. Maar ja, Gigi wil gewoon nog niet terug. Die heeft hier een hele mooie baan en die geniet daarvan, want die kan daar gewoon geen werk krijgen. Ja. Dus ja, voorlopig zijn wij hier nog wel. Ja, precies. Ja. En als je dan die kant op gaat, dan hoeft het ook niet, hè? Want dan is het financieel niet noodzakelijk. En als jij je verveelt, kun je altijd nog als VA blijven werken. Precies. Ja, als je denkt, een paar uurtjes per week vind ik toch wel leuk. Dan kan dat. En dat is hoe lekker is dat. Ja, zeker. Ja. Dus nee, dat vooruitzicht alleen al. Dat ik denk, nou, ja, ik kan nu mijn geld in mijn ogen verbrassen. Ja. Maar ik kan het ook opzij zetten. En dan heb ik zo meteen. En als ik het niet haal, want ja, je weet nooit wat er gebeurt. Hè? Misschien word je wel hartstikke ziek. Nou, maar dan heb ik nu geld om te stoppen en dan kan ik gewoon leven. Dus weet je, het is in alle opzichten is het gewoon fijn dat je dit kan opbouwen zo. Ja. En als het dan niet voor de toekomst is, dan is het voor nu. Maar dat je dus de vrijheid hebt om te doen en laten wat je wil of wat nodig is op dat moment. Dat is heel fijn. Veel vrouwen die deze stap zetten zijn onzeker op vlak van financiën. Want het voelt heel spannend en eng. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik heb natuurlijk de mazzel gehad dat ik mijn baan gewoon op kon zeggen. Dat ik al zoveel geld gespaard had dat ik het kon doen. En dat maakt het sowieso natuurlijk een stuk makkelijker. Maar als je nu kijkt naar de positie waar je nu zit. Hè, want in principe, de meeste vrouwen die dit gaan doen, die starten het op naast hun baan. En dan creëer je zo'n hefboom effect. Dan zeg je je baan pas op het moment dat je VA bedrijf al loopt en hè, dat je iets verzekerd hebt gesteld. Want ik zeg altijd, je moet geen oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt. Nee. Maar nu je dus, toen je dus volledig ging varen op je VA-bedrijf, heb je enig moment gehad dat je, je zei toen straks wel van, moet ik iets voor erbij zoeken? Hè? Dat was even een momentje dan bij jou van, gaat het helemaal goed komen? Zeker, ja. Hoe kijk je dan nu op op de afgelopen 2 jaar dan dat je die reis hebt gemaakt? Ja, nu als ik zo terugkijk, dan denk ik, ja, waarom ben ik daar op sommige momenten zo onzeker geweest? Want inderdaad, dat komt wel goed. Maar ik denk dat iedereen dat ook wel ergens een keer heeft en denkt van, en nu? En achteraf is het natuurlijk altijd makkelijk praten. Ik ben gewoon heel blij dat ik heb doorgezet en dat ik niet die baan daarnaast heb gezocht. Want ja, het kan je natuurlijk ook beperken. Hè? Want ja, als er dan een opdracht voorbij komt waar je 5 dagen voor nodig bent en 30 uur in de week, ik noem maar wat, ja, dan kan je hem niet aannemen. Nee. Dus ja, ik ben wel heel blij dat ik het gedaan heb zoals ik het gedaan heb. Ja, mooi. Ja. Hey,
Wat zou jij vrouwen zoals jij nog echt willen meegeven van jij vindt? Nou, dat zou ze helpen om een doorbraak te krijgen als ze zelf op het punt zouden staan om te starten met hun VA-bedrijf. Ja, dat is toch... heb het zelfvertrouwen dat je het kan. Mm-hmm. Want ik heb gemerkt, daar vaart het mee of niet. Heb het zelfvertrouwen dat je het kunt. Als je het doel hebt van ik wil VA worden, ga ervoor. Ga er gewoon helemaal voor. En of dat je nou je baan kan opzeggen of niet, dat maakt niet uit. Dan doe je het ernaast. Hè? Want ja, ik snap ook dat echt niet iedereen niet zomaar kan doen. Maar ga ervoor. Heb het geduld. En als niet je man of je partner je daarin kan ondersteunen, zoek hulp bij anderen. Hè? Om, al is het maar even om te sparren en te zeggen, ja, weet je, ik weet het even niet meer. Dan is er altijd wel iemand die zegt, nou, gewoon doorgaan. Ja. Het komt vanzelf goed. Ja, precies. Want er ja. is zoveel werk gewoon, ja. Ja, er is genoeg werk. En de vraag naar VA stijgt alleen maar. Dus ja, ik zeg altijd, je ziet je klanten pas op het moment dat jij de keuze hebt gemaakt dat je het gaat doen. En eerder ga je ze gewoon niet zien. Hè? Nee. Het valt en staat nee. daarmee. Ja. Ja, en ik zie ook wel voorbij komen soms in van die Facebookgroepen, hè, dat mensen zeggen, ja, ik weet niet of dat ik het kan. Ja, ja. Ja, als je niet weet of dat je het kan, ja, dan moet je zeker niet reageren. Maar ja, twijfel ook niet te veel aan jezelf gewoon. Nee, ja, je kunt veel meer dan dat je. Je kan veel meer, ja. We zijn tot zoveel meer in staat. Ja. Hey, waar kunnen luisteraars of kijkers jou vinden, mochten ze meer van jou willen weten? Op website of social media? Ja, ik zit op social media onder mijn eigen naam, Heidi Emons. En ik heb een website, www.heidiemons.nl. Dus daar kunnen ze me vinden. Ik zit op Instagram en LinkedIn. Ja, leuk. Super. Bedankt Heidi voor jouw bijdrage. En heel veel succes nog. En vooral heel veel plezier met het volgen van je hart. Het ondernemerschap. En uiteindelijk een mooi doel wat je voor ogen hebt. Heel erg bedankt. Ja. En ook voor de luisteraars en kijkers. Heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid. En graag tot de volgende keer.